Hallo allemaal, welkom en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Yvonne van travelkompas.nl en vandaag ben ik niet alleen, ik heb iemand meegenomen. Hallo. En jij bent? Ik ben Annelien, nichtje van Yvonne. Ja, en hoe oud ben jij? Ik ben 10 jaar. En jij vindt het ook leuk op campings te kijken, hè? Ja. Nou, je raadt het al, we staan dus weer voor een camping. En zullen we de kijkers even een hint geven waar we zijn? Ja. In wat voor provincie zitten wij? Overijssel. In Overijssel. En hoeveel sterren heeft de camping? 5. 5 sterren camping. Misschien, als jullie de omgeving zien, heb je al een idee. Want we zijn bij de Pallagasten. Ja. En hier voor ons zien jullie al het receptiegebouw. Dus we gaan even een plattegrondje vragen. Mm-hmm. Het is vandaag zaterdag 25 juni. En we gaan even een rondje over de camping lopen. Kijken welke faciliteiten er zijn. Kijken hoe de veldjes eruit zien. En Annelien heeft een nieuwe hobby. Die zegt van, je krijgt een tik als je een gele auto ziet. Nou, daar komt er een. Een gele auto. Ja. Dat is blijkbaar weer iets nieuws. Nou, we gaan nee, even... Het is niet iets nieuws. Ja, laat maar. Oh. Ah, even een beetje op. Nou, we gaan het platte grondje halen. Ja, daar is de grote platte grond. Nou, we werden net heel gastvrij ontvangen. Ik heb een platte grondje gekregen. En daarnaast hebben we ook een bolletje gekregen. Oh, kijk dan. Om iets te drinken. Mooi, hè? Vind je het mooi? Ja, dat is goed. Heel groot. Ah. Ah. Nou, dit is dus het campingwinkeltje. Oh, dit is leuk. Even binnenkijken. Goedemorgen. Ja, dat is leuk. Dan kunnen we nog wel even wat lekkers halen, misschien voor de terugweg straks. Doen we wel op de terugweg. Nou, dit was dus het winkeltje en hier kan je in de middag kan je ook pizzapunten krijgen. Of pizza's, verse pizza's. Het is wel mooi geregeld weer. Oh. Hier vlakbij de waterspeeltuin. Nee, we zijn bij de waterspeeltuin. Ja. Maar je kan hier wel even een rondje doen over het terras. Dit is dus het restaurant. Daar is een binnenspeeltuin. Hè? Daar is een binnenspeeltuin. Ja, kom zo ook even kijken. Ja. Even een rondje over het terras. Hier kan je lekker eten. Dat is ook mooi, hè? Ja. Eigenlijk wil ik nu hier ook heen. Nou, dit is de menukaart van het restaurant. Oh, hier kun je echt wel van alles krijgen. Uitsmijzen, belegde broodjes, hoofdgerechten. Ja. Voorbij de bol ook kindermenu's. Kidsbox, poffertjes en een palliburger, ijsjes. Nou, mooi toch? Ja. Even naar de indoor speeltuin gaan. Ja. Dit is... Ah, dit is ook wel tof, hè? Oké, dit is echt tof. Ja, het is ook een zwembad. Het is een diepbad. Dat is een diepte van 1,40 meter. En hier heb je een diepte van 85. En daar is volgens mij 80. Nou, ik heb dus net een plattegrondje gekregen bij de receptie. Zoals altijd spreek ik die even met jullie door. Dit is waar je het park opkomt. Je hebt hier dus de indoor speeltuin, je hebt een ijssalon, je hebt een winkeltje met een pizzeria. En die pizza's kun je dus 's middags halen, verse pizza's. Ik zit nu bij het Grand Café, cafetaria gedeelte. En deze grenst aan het zwembad en de indoor speeltuin. Dus als je hier zit, dan kunnen kinderen ook heel makkelijk naar de indoor speeltuin gaan en naar het water speeltuin gebeuren. En er is ook een multifunctioneel sportveld. Hier is nog een gewoon sportveld. En dit zijn de kampeervelden. Daarnaast zijn er ook nog een aantal accommodaties zoals je hier kan zien. Het zijn glampinglodges en beachlodges. En verder zijn aan deze kant van de camping heel veel vaste plekken. Dus we gaan even een stukje over de camping heen lopen. Even kijken nemen in de snackbar en cafetaria. Het is dus het restaurant.
Nou, het restaurant ziet er super netjes uit. En ze hebben ook nog best wel een uitgebreide kaart, vind ik, voor een campingrestaurant. Oké, even kijken waar we langs gaan lopen. Het winkeltje is net dichtgegaan, zie ik. Bij de receptie is ook een wasserette. Super handig. Het werkt dus gewoon met geld. En een droger kost 50 cent per 10 minuten en een wasmachine 4,50 euro per wasbeurt. Nou, we lopen nu rechts van de receptie het park op. En we zien ook dat hier bij de speeltuin allemaal chalets staan. En dit zijn verhuurchalets van de Pallagasten. Dit zijn de chalets 1 tot en met 8. En dit is dan de grote speeltuin. Die is open van 9 tot 10 uur 's avonds. 9 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Daarachter is nog de dierenweide of de kinderboerderij. Even kijken. Naast deze chalets die verhuurd worden door de Pallagasten zelf, zijn er ook andere staakcaravans die kunnen particulier verhuurd worden. Nou, die informatie die staat allemaal op de website van de Pallagasten. Dus www.depallagasten.nl. Nou, dit is dus de waterspeeltuin. Hier is Annelien even aan het spelen. Dan loop ik zo richting de speeltuin. En bij chalet nummer 199 is ook een camperstation. Hier kunnen campers dus een vuilwaterloze vers water tappen. Kijk, dit is dan het speeltuintje. En rechts daarvan heb je de plekken 284. Heb je de plekken 284 tot en met 291 en rechts daarvan is ook een sanitair gebouw. Nou, links daarvan heb je het veldje 275 tot en met 283. Ah, dit zijn wel hele leuke plekken zeg. Ik heb helemaal geen zin om te gaan kamperen. We moeten nog 4 weken wachten mensen. Leuk. Nou, daarachter is dus nog een multifunctioneel sportveld. Daar grenst dit kampeerveld aan. Hier kan dus worden gevoetbald en gebasketbald op kunstgras. Er is een tafeltennistafel en een jeu de boelbak. Ballen en bedjes zijn verkrijgbaar bij de kantine. Ik kan nu ook wel merken dat het alweer wat drukker op de campings begint te worden. Het voorseizoen is eigenlijk alweer afgelopen nu. Ik loop nu eerst even langs het eerste toiletgebouw. Dat is naast het plek nummer 274.
Nou, dit sanitair gebouw is ook het enige sanitair gebouw op de camping, naast de toiletten bij de receptie na. En dit toiletgebouw is in 2019 geplaatst. En dit is dames. Het ziet er allemaal keurig uit. Het zijn de toiletten. Oh, het ziet er echt heel mooi uit. Heel nieuw. Dit is de familiedouche. Het ziet er super netjes uit. Twee wastafels, een badje. Twee douches. Nog een toiletje. Keurig. Jongens, hier is zelfs nog een afwasmachine. Dat is echt super luxe. Hier ook familiedouche. Dit zijn dan de douches voor de dames. Netjes, ja. Maar dit bedoel ik dus met een modern sanitair. Soms zeggen we wel eens dat het sanitair verouderd is. Maar dit is gewoon echt allemaal heel netjes. Mooi betegeld allemaal. Wastafels. Keurig. Aan deze kant ook nog toiletten. In dit sanitair gebouw bevinden zich ook nog privé-units, wc-units zeg maar. Dit is dit één van, er zijn er vier. Nou, en die units die kan je dus apart huren. Ik denk dat dit is het chemisch toilet. Ja, dit is het chemisch toilet. En dit gebouw bevindt zich dus ook nog een hondendouche. Deze camping is ook echt heel erg geschikt voor hondeneigenaren. Nou, we lopen nu weer dwars door het sanitair gebouw heen. Hier had ik net laten zien dat je familiedouches had. Die heb je ook aan deze kant. Zal ik hier even kijken? Ook een groot en een klein toilet. Dit is dan alweer wat voor de oudere kinderen. Want bij die vorige douches zat ook een babybadje bij in. Nou, het sanitair gebouw is verder verwarmd. Ja, hier word ik wel heel vrolijk van. Ook invalide toilet. Ja, het is heel ruim. Keurig netjes voor een campingtoilet. Ideaal. Echt heel mooi. We lopen ver over de camping. Dit is links van mij plek 273 tot en met aan het einde 265. Nee, rechts van mij zijn twee safari-tenten. Hoi. Deze safari-tenten hebben geen eigen sanitair, maar die zitten dus wel vlakbij het sanitair gebouw.
Nee, dit is de visvijver. Dit is de visvijver. Ja, ik zie het. En dit zijn dus dan twee beachlodges. 7 persoons. En die hebben dan het uitzicht over de speelvijver. Zit je wel wat verder achterop op de camping. En hier zie je allemaal nog glampinglodges staan. En het is ook zo dat van alle accommodaties dat er een paar zijn aangewezen waar ook huisdieren welkom zijn. Dus in principe kunnen huisdierbezitters van elke soort accommodatie gebruik maken. Nou, hier rechts voor mij, dat is Beach Lodge 1. Dit zijn de clamping lodges. Ziet er wel heel netjes uit. Hoi! Dat is nummer 6. Ik zal even teruglopen richting de kampeervelden. Want aan deze kant van de camp zijn heel veel huuraccommodaties zo te zien. Ook van particulieren. Nou ja, voor ons is toch zijn toch de kampeervelden interessant. Maar wat ik tot nu toe heb gezien is het wel echt een hele leuke gemoedelijke camping. Het is echt wel een aanrader om hier naartoe te gaan. Veel faciliteiten ook. Sanitair is super nieuw, echt heel mooi. Het is ook altijd erg belangrijk op campings, tenminste dat vind ik zelf wel. Nou, we zijn dus nu weer bij de tourvelden aangekomen. En rechts van mij vinden jullie de veldjes 260 tot en met 264. Dat zijn deze. De 262 die is dus nog vrij. En dan gaan we nu naar de veld 339 tot en met 350. Dat zie je aan de rechterkant. Je ziet het hier voor 351 is nog vrij. Nou, ook hier zijn bij de meeste tourplekken een speeltuintje op het veldje. Ja, dit zijn de plekken 350 rechts en 351 links. Dan heb je daarachter nog kampeerplekken. Even kijken naar de stroom, want hier op de kampeerveld is 16 ampère stroom. Kijk. En als het goed is, ja, heb je ook een eigen waterstappunt. Kan je hier beter zien. En waterafvoer en televisie. Ja, het is wel leuk zo'n speeltuintje. Dit is 332, die is nog vrij. Ook weer met speeltuintje. Het is ook een heel leuk veld. Echt het campinggevoel hier nog. Met heel luxe sanitair. En het is dus ook zo, als je nou op zo'n veld staat. Met je tent of caravan.
en je wil privé-sanitair, dan moet je dus wel een sleutel hebben van dat gebouw daar. Daar zijn de privé-sanitair units zitten daarin. Dat is allemaal op lopen afstand goed te doen. Kijken naar de plek nu. Dit is plek nummer 320. Links ervan 321. Ja, mooi veld. Het is echt een leuk veld. Het lijkt me nog wel wat met mijn nichtjes te gaan staan. Hier tussendoor kun je mooi naar het sanitair gebouw. En dit is een sportveld, een voetbalveld. En zo te zien het nieuwe buitentheater. Dit buitentheater is gloednieuw, want die is pas sinds dit jaar gerealiseerd. Hier worden ook activiteiten gehouden, zoals bijvoorbeeld bingo's, animatieprogramma. Bepaalde activiteiten worden hier dan ook uitgevoerd. Mooi, hè? En nu de speeltuin. Dit is de speeltuin. Ik neem jullie zo even mee op die en in de glijbaan. Want het is gewoon een superleuke omgeving. Ik moet even onder een glijbaan door. Een glijbaan. Een verkeerde trap. Oké. Nu loop ik zo. Dan ga ik hierheen. Daar kunnen we heen. Maar daar gaan we niet heen. Oh shit. Sorry voor het schokkende beeld. Auw. Sorry, ik ben een beetje groot voor mijn leeftijd. Dus dan. Ah! Ja, ben er. Kijk, dit is de glijbaan. Daar moest ik net door. Dat was niet zo prettig. Dus we gaan in deze muzieknoten glijden. Zo. Op naar de trampolines. Nou allemaal, we zitten nu weer in de auto. En ik heb net een rondje gedaan over camping de Pallagarsten. En ik vind het een ontzettend leuke camping. De camping heeft me echt heel positief verrast. Het welkomst was al heel warm. We kregen gelijk allebei een drankje, hè, van de camping. Die mochten we ophalen gratis. Dus dat was echt superleuk. Heel lief, werd ook ontzettend gewaardeerd. Mm-hmm. Het is echt een familiecamping. De familie Schuldink is in de jaren 70 begonnen met de camping. Er waren mensen die kwamen aan de deur, die vroegen of ze mochten overnachten. En die zijn niet meer weggegaan. Dus op een gegeven moment is de camping steeds groter en groter geworden. Je merkt echt nog het campinggevoel. Dit is geen grote commerciële camping. Hier voel je echt nog de campingsfeer zoals ik die kende van eerder. En je hebt wel een heel groot gedeelte met vaste plekken, zeg maar. Vaste sta-caravans. En daarnaast zijn er nog een aantal veldjes. Nou, wat ik al laten zien hier op de plattegrond. Ja, want dit zijn... Zeg maar deze stukken, dit zijn de tourplaatsen. Dus hier kan je met je caravan, tent of vouwwagen naartoe. En dit zijn allemaal vaste plekken. En die gele plekken die je ziet, dat zijn zeg maar de verhuuraccommodaties van de particulieren. Daarnaast zijn er nog een aantal beachlodges en luxe safari tenten die je kan huren. Nou, de speeltuin is heel mooi, het zwembad is heel gaaf. Je hebt eigenlijk alles dicht bij elkaar. Ja. Wat vond jij het leukste, Annelien, van de camping? De speeltuin. De speeltuin? En wat vond je van de zwembad? Koud. Ja, het was niet echt warm, hè, het zwembad? Nee, het is nog kouder dan Zandpool. Ja? Ja. Oké. Nou ja, dat is misschien dan, als je al een nadeel moet noemen, is dat er dus geen binnenzwembad is. Er is alleen een buitenzwembad. En de waterspeeltuin is niet verwarmd, dus het was inderdaad een beetje koud. Mm-hmm. Maar voor de rest... Een beetje.
heel erg. Ja, je had het heel koud inderdaad. En nou ja, wat vond je van de snacks die we hebben gegeten? Je tosti en de slushpuppy? De tosti was echt super lekker en de slushpuppy ook. Ja. Dus horeca is ook echt een dikke voldoende. Het restaurant ziet er super netjes en modern uit. Ik vind het terras heel gezellig en leuk om te zitten. Ik vind het echt heel mooi dat alles heel dicht bij elkaar is. Dus als je op het terras zit en de kinderen zitten in de indoor speeltuin of in de waterspeeltuin, kun je ze gewoon in de gaten houden. Het winkeltje is vlakbij. Het winkeltje is niet zo heel groot, maar de meeste producten kan je er wel krijgen. En in de middag kan je daar verse pizza's halen. Nou, ik ben wel heel enthousiast over deze camping. Jij ook? Ja. Ja. Nou, dan gaan we hierbij de vlog maar afsluiten. Mm-hmm. En dan zeggen we doei. Doei. En tot in de volgende video. Ja. Doei.